Het centrummanagement zit er timmert flink aan de weg om de stad te promoten. Het centrummanagement zit daar, dat is een coöperatie. Wij hebben allemaal leden. Onze leden zijn eigenlijk de ondernemers in de binnenstad. Dus wij zijn een belangenbehartiger voor hun. Een aanspreekpunt, het kan echt voor van alles zijn. En we organiseren een aantal evenementen gedurende het jaar. En eigenlijk zorgen we er gewoon voor dat er zoveel mogelijk bezoekers naar de stad komen. Dat ze zo lang mogelijk verblijven en zoveel mogelijk geld eigenlijk uitgeven. Daar zijn we eigenlijk voor. Lijkt me redelijk makkelijk voor een stad zoals Sittard met zijn prachtige mooie binnenstad. Historisch centrum. Ja, het is een prachtige stad. Het heeft eigenlijk alles. En natuurlijk, we hebben altijd wel uitdagingen natuurlijk. Hè. In deze tijd is het voor iedere stad soms ook wel lastig. Ja, en dan proberen we gewoon zo goed mogelijk om te gaan. De harde kern, de authenticiteit van de stad, de mooie gebouwen, de prachtige markt, de unieke winkels. Ja, dat ligt er inderdaad. Dus dat is al een heel goed begin. Ja. Wat hebben jullie dit jaar dan allemaal georganiseerd? We hebben een aantal vaste evenementen. Bijvoorbeeld in april hebben we Fabulous gehad. Dat is een fashion event. Dus zijn eigenlijk alle de dames, de heren en de kinderzaken staan er centraal. We hebben een hele grote modeshow georganiseerd met een professionele catwalk op de markt. Waar echt kindjes van een jaar of 3, 4 tot en met volwassenen op de markt liepen. Dat was eigenlijk superleuk. We hebben altijd Kenyafest, laatste weekend van juni. Dan wordt eigenlijk de hele binnenstad omgetoverd tot één groot kinderparadijs. Dan mogen de kinderen springen, knutselen, dansen, in auto's rijden. Ja, het is echt een superleuke, gezellige dag voor het hele gezin. En dan straks in september hebben we dan het wijnfestijn. Ja, je zegt het zelf, het wijnfestijn. Wat behelst dat eigenlijk? Nou, eigenlijk is het idee een beetje ontstaan, omdat we een aantal jaar geleden in samenwerking met onder andere Vissers uit Limburg en de gemeente hebben de Route de Vin Sittard ontwikkeld. Omdat, wat heel uniek is aan Sittard, we hebben een aantal wijngaarden hier in en om de stad liggen. Het is natuurlijk een Bourgondische stad. We hadden zoiets van, een wijnfestijn moet eigenlijk niet ontbreken aan onze lijst met evenementen. Dus we hebben eigenlijk ons idee gepitcht aan de horeca hier. En die waren ook heel enthousiast. En nu hebben we samen een werkgroep. En het laatste weekend van september is het dan zover, het wijnfestijn Sittard. Ja, wat kunnen die mensen op die laatste zaterdag en zondag in september, wat kunnen ze allemaal dan verwachten van de wijnfestijn? Ja, op zaterdag staan eigenlijk de winkels echt centraal. Dan hebben we de sip- en shoproute. Dan kan je een ticket kopen en dan krijg je een heel mooi wijnfestijn Sittard glas krijg je daarvoor. En dan kan je een aantal consumptiebonnen krijgen en dan kan je langs de winkels die meedoen, dan kan je een lekker wijntje proeven. Wit of rood, een bubbel, een rosé, we hebben alles. Dus het maakt het shoppen nog leuker dan dat het eigenlijk al is in Sittard. Nog een extra beleving erbij. Je kan, wat ook heel leuk is, is op de zaterdag tussen 12 en 5 zijn alle wijngaarden die meedoen zijn open. Dus er staat ook een vrijwilliger, die kan je van alles vertellen over de wijnbouw, de druiven. Je kan ook zelfs de wijn proeven. En je kan ook een begeleide wijnwandeling doen tijdens de wijngaard. Dus dan leer je echt alle ins en outs kennen. En nog een aantal andere Limburgse wijnen die je kan proeven. Dat is dan alleen de zaterdag, maar wat is dan nog op de zondag te doen? Op de zondag is ook nog op het Kerkplein, heeft Club Bovan ook nog een activiteit. Daar kan je namelijk een aantal Sittardse wijnen ook echt proeven. Het is natuurlijk super uniek dat je daar de wijn van Fort Sandebout en de Sint-Rosa wijngaard kan je daar ook proeven. Ook met de Jeu de Boelbaan. Dus het is ook een hele leuke plek om de zondag te gaan bezoeken. En de opbrengst daarvan die gaat naar het Toon Hermanshuis. Dus een goed doel zit daar achter. En wat is op de markt te doen op die zondag? Op de markt hebben we een hele mooie grote bar staan. Daar kan je allerlei wijnen proeven van Van Berkum. Dus rood, wit, rosé en een bubbel. En we hebben eigenlijk helemaal alles in een mediterraanse sfeer. Helemaal leuk aangekleed met de lange tafels, met de rood-wit geblokte kleedjes, olijfbomen, wijnvaten. Het hele sfeertje is compleet. We hebben een aantal grote Jeu de Boelbanen, echt mooie Jeu de Boelbanen. Dus kan je met je vrienden en familie kan je daar een balletje gooien. Aan de kinderen is gedacht. We hebben een leuke activiteitenhoek voor ze, waar ze ook en kunnen Jeu de Boelen, een mini barretje voor ze met druivensap. Dus we kunnen natuurlijk geen wijn voor schoten lussen. Een druivensapbar. Hele leuke band die echt leuke de Spaanse, de Italiaanse en de Franse muziek bekende hits zal spelen. Een accordeonist. Dus het sfeertje is helemaal compleet. Dus als het ook nog net zo lekker weer is als vandaag, dan komt het helemaal goed. En hoe kunnen de mensen tickets krijgen voor dat evenement?
Op verschillende manieren. Je kunt het online kopen via de site van Visit Zuid-Limburg. Daar staat het evenement Wijnfestijn op. Of op onze pagina van Sittard Genieten Voorop. Daar hebben we ook de link staan. Ja, en hou vooral onze socials eigenlijk in de gaten. De Instagram pagina van het Wijnfestijn Sittard, dat is ook de naam. Daar kan je ook altijd alle info op vinden. En we zullen ook daar af en toe wat teasers op plaatsen. Welke wijnen we gaan schenken. En iets meer over de activiteiten. Dus ja, dat is eigenlijk de beste manier om het... om van alles op de hoogte gehouden te worden. Je kijkt er naar uit, geloof ik. Ik heb er heel erg veel zin in. Ja, en de ticketverkoop gaat goed. Dus ja, ik denk ook echt dat het een superleuk weekend gaat worden. En ja, hopelijk kunnen we het gewoon elk jaar organiseren.